Welkom bij een nieuwe aflevering van Omroep Kijnland. Vandaag in volle uitzending. Deze week het laatste deel van de serie Natuurlijk Beter, een aflevering uit Koetje door het Kijnland en het 50-jarig bestaan van het missiecomité van IJs. We gaan eerst kijken naar Natuurlijk Beter, een serie over natuurgeneeskunde met uitleg over de verschillende aspecten van de natuurgeneeskundige behandelingen en demonstraties van enkele therapievormen. Welkom bij de laatste aflevering van Natuurlijk Beter over natuurgeneeskunde. Na de intake, het behandelplan wat je wel en niet kunt behandelen met natuurgeneeskunde en de rol van de cliënt, gaan we het vandaag erover hebben voor wie natuurgeneeskunde geschikt is, de doelgroepen zeg maar. En we geven een uitleg en een demonstratie van sensietherapie. Hilda, kun je er iets over zeggen voor wie natuurgeneeskunde dus geschikt is? Het is met name een heel mooi middel voor mensen die problemen hebben, die zich op de grens bevinden van het lichamelijke, emotionele en geestelijke stuk. Ik denk bijvoorbeeld aan een gestreste manager. Die zijn altijd gejaagd, hebben misschien last van hartproblemen, staan zwaar onder stress, eten slecht, maar te weinig tijd. Precies. Ja, ook voor mensen die bijvoorbeeld in een nieuwe fase van hun leven terechtkomen. Zoals situaties waar de kinderen het huis uitgaan. Mensen waarvan de partner gepensioneerd wordt of waar een partner overlijdt. Dat zijn situaties die vaak met wat spanning en ook met lichamelijke klachten gepaard gaan. Een andere groep zijn natuurlijk ook de jongvolwassenen die bijvoorbeeld problemen hebben met eetstoornissen of hun traject op weg naar zelfstandigheid. En hoe zit dat dan met mensen met allergieën? Allergieën, dat zijn ook klachten die goed op te lossen zijn met natuurgeneeskunde of door kruiden. We meten altijd het uit met een biotensor. Goede voeding is natuurlijk heel erg belangrijk. En met de sensietherapie kunnen we ook een soort herprogrammering maken van je lichaam, zodat je daar niet meer allergisch op reageert. En dan hebben we nog een bijzondere groep waar we iets voor kunnen betekenen. Dat zijn de kinderen met ADHD en met autisme. Hier kun je heel goed resultaten bereiken door aan hun voeding te werken. Mm-hmm. Onder andere met inzetten ook van bachbloesems. En ook de sensietherapie heeft daar zijn nut wel heel duidelijk al bewezen. Mm. Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn eigenlijk de behandelmethoden zo veelvuldig en zo omvattend dat je niet van specifiek afgebakende doelgroepen kunt spreken. Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Nou Jelle, Hilda die gaat straks de sensietherapie of onderdelen daarvan demonstreren. Ja. Maar wat is dat eigenlijk? Deze therapie is ontwikkeld met de meest effectieve therapievormen uit andere therapieën. En dat is samengesmolten tot één nieuwe therapievorm. Dus het is eigenlijk een soort combinatietherapie? Ja, precies. Er zijn een aantal therapievormen, zoals bijvoorbeeld het meten van een voedselovergevoeligheid, mm-hmm. een burn-out meting, dan kunnen we inzetten diëten, ontgiften, voedingssupplementen. De behandeling aan zich bestaat meestal uit een holistic pulsing, dat is een heel zachte, wiegende beweging. Okay, ja. In combinatie met drukpuntmassage, dat lijkt wel heel tegenstrijdig, dat is weer een wat heftigere therapie zijn. En daarbij EFT, en dat is een kloptechniek. Ja. En jullie zullen dat dadelijk in de demonstratie zien hoe dat werkt. Ja. Maar die laatste drie zijn eigenlijk juist hele lichamelijke ingangen. Ja, precies. Ja. Precies. Maar net door die lichamelijke ingangen kun je heel mooi het punt waar het om draait in de persoon, kun je heel mooi als het ware ompolen. Wat behandel je zoal? Is die ergens specifiek voor bedoeld? De therapie wordt veel ingezet bij bijvoorbeeld problemen bij jonge kinderen. Vooral kinderen die gedragsproblemen hebben of die gepest worden op school. Die erg angstig zijn of net heel verlegen kinderen. Mm-hmm. Verder ook bij kinderen met ADHD of autisme. Ook bij leerproblemen. Je ziet vaak onder andere bij een dyslexie. Want je ziet heel vaak dat kinderen na een behandeling gewoon ineens op school veel beter presteren. Ja. Maar hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want de dingen die je benoemt,
dan zou ik in eerste instantie aan een psycholoog of een psychiater denken. Hoe werkt het dan dat jullie met sensietherapie daar iets mee kunnen? Nou, dit is een andere ingang. Dit is omdat wij eigenlijk vanuit het emotioneel, geestelijk stuk ook de lichamelijke klachten behandelen en omgekeerd. Hè, in het omgekeerd zit het dan dus. Zodat je een wisselwerking krijgt. En dat is natuurlijk de toegevoegde waarde die wij kunnen bieden met die sensietherapie. Verder zetten wij die sensietherapie in vaak bij allergieën of huidproblemen. Verder bij hormonale klachten bijvoorbeeld, zowel bij vrouwen als bij mannen. Bijvoorbeeld in de overgang, puberteit waar de hormonen opspelen. Ja, precies. Dat kun je heel mooi behandelen. Verder ook bij hoofdpijnklachten, bij chronische klachten, zoals slaapproblemen. Verder bij stressgerelateerde klachten, bij burn-out problematiek. Bij emotionele klachten, angsten, fobieën bijvoorbeeld. Toch ook bij acute problemen, zoals het verwerking bijvoorbeeld na een trauma, als er iets ernstigs gebeurd is. Ook daar stel ik me dan voor dat het dus weer de ingang via het lichaam is, waarmee je de emoties en de psyche precies weer in balans kunt brengen. Ja, precies. Ja, okay. Ja. Dat is het mooie van deze therapie. Nou, zoals Danielle al gezegd heeft, gaan we nu over op holistic pulsing. Dat is het ritmisch wiegen en strekken van het lichaam. Wat tot doel heeft om het zenuwstelsel tot rust te brengen, om emoties en gifstoffen naar buiten te brengen. Het is een hele ontspannende beweging, hoewel het er niet zo uitziet. Gaan we nu over op de drukpuntenmassage. Ik druk op bepaalde plekken op het lichaam die corresponderen met de meridiaanpunten. Op het moment dat ergens pijn is, dan reageert de cliënt. Ja. En dat correspondeert dan met een bepaalde emotie. Ik spreek dan over de emotie terwijl ik dan verder doorbehandel. En dan is het voor haar een heel mooi moment om dat los te laten. Zo ga ik het hele lichaam af. Er zijn natuurlijk meerdere punten die ik nu niet allemaal behandel. Is ook pijnlijk, ja. En overal op het lichaam, op de benen, op de voeten, op de armen, zitten bepaalde punten. Is gevoelig. Dat is het wel iets, ja. Gaat het? Ik wend me wel. Goed zo. We gaan nu over op de EFT, of de Emotional Freedom Techniek. We spelen nu met Danielle als cliënt en die neemt nou een bepaald thema in haar hoofd waar veel, met name kinderen, last van kunnen hebben. Ondanks dat ik gepest word, ben ik geweldig. Ondanks dat ik gepest word, ben ik geweldig. Ondanks dat ik gepest word, ben ik geweldig. Dat spreekt ze hardop uit terwijl ik bepaalde punten, de zogenaamde meridiaanpunten, op haar lichaam aantik. Ondanks dat ik gepest word, ben ik geweldig. Zo wordt de emotie, wordt ze zich bewust van de negatieve emotie en wordt die omgezet in een positieve emotie. Ben ik geweldig. Ondanks dat ik gepest word, ben ik geweldig. Wij doen dat, hier leren wij dat aan, op de praktijk aan mensen. En het is ook iets heel moois om mee te geven aan als huiswerk. Oké, sluit je ogen, doe ze open. Kijk direct naar rechtsboven. Kijk naar linksonder. Draai met je ogen eens helemaal rond. Met je ogen de andere kant op. En neur je even mee met dit liedje. Oké. Tel eens eventjes van 1 tot en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neur je weer even mee.
En dat is met name om de linker en de rechter hersenhelft te stimuleren, zodat het thema beter beklijft. Zo is deze techniek, die hebben we dus hierbij afgesloten. Normaal gesproken herhaal ik hem nog een keertje tijdens de behandeling. En dan geef ik het ook mee als huiswerk. En dit is een ideale techniek om de negatieve emoties naar boven te brengen en om te zetten in een positieve emotie. En dan zouden we op dit moment de kijkersvragen moeten beantwoorden. Maar dat hoeft niet, want we hebben geen vragen ontvangen. Kennelijk zijn wij erg duidelijk geweest. Dus bij deze zijn we dan aan het eind gekomen van deze serie over natuurgeneeskunde. Dank je wel. Dank je. Nou, we hopen dat we met veel plezier door de uitzendingen gekeken had en dat er nu ook het meer weet wat zoal met natuurgeneeskunde verstanden werd. Op uw gezondheid. Nee, proost. 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 Dan smeer ik gelijk je rug weer wat bruiner. Met chocola. Chocolade, daar moet je opnemen in je aanbod. Chocolade. Daar ben ik wel voor te vinden. Chocolade. Begin oktober werd de Week van de Smaak georganiseerd. Jacques Jansen uit IJs demonstreerde in Schijn op Geul zijn kookkunsten tijdens de manifestatie en met bakkes. U kunt nu gaan kijken naar Koetsen door het Krijnland. Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Koetsje door het Krijtland. Het is begin oktober, al zou ze dat aan het weer niet meteen zeggen. Maar oktober is eigenlijk de mond van de smaak. En als de blaren beginnen te vallen, dan vluchten we met z'n allen de keuken in. En dan zuste ook dat er dan de Week van de Smaak wordt georganiseerd. Wandelingen rondom streekproducten, maarten, open dag, dat soort dingen allemaal. Ik ben nu met Jacques Jansen uit IJs hier naar Schijn op Geul gekomen naar deze streekproductenmarkt. Met bakkes. Hier zijn allemaal lui die zich bezighouden met streekproducten. Maar wat zijn dat eigenlijk, streekproducten? Een streekproduct is typisch het van hier. De lui van hier die met hun producten zelf verworven uit eigen tuinen of hun directe omgeving daar een zo'n product van hebben samengesteld of gemaakt, geprepareerd en dat presenteren. Ja. Dus de producten of de grondstoffen moeten van hier komen en het moet hier gemaakt zijn. En zich nu eens een restaurant hebben gemaakt, spaghetti bolognese, van terf die hier gegroeid is, van gehakt van werken die hier gestarreld hebben en tomaten van hier in de buurt, is dat dan een streekproduct? Ja, dan is het een streekproduct. Want de naam van het gerecht wordt er al. En ze kennen voor één ding natuurlijk gewoon gans opnieuw genoeg vingen. Maar als het met streekproducten gemaakt is, dan is het juist wie als ik dat in Italië op de juiste plaats kan eten als streekproduct, kan ik dat hier ook eten. Met producten uiteraard van de eigen regio. Ook als streekproduct eten. Ja.
ik zag, is dit een jaarlijkse traditie in Schepgul? Nee, dat is het nog niet. Dit is de eerste keer dat we dat gedaan hebben. En we hopen wel dat we dat dadelijk kunnen voortzetten, ik ja. Biologische citroenen met alcohol. Hier in het bakkes, wat steunt hier voor een lu met producten? Nou, dat zijn over het algemeen hele ambitieuze ambachtsmensen die van de bottom-up hun eigen bedrijf hebben opgeboet. Die gans lyrisch zijn met een product. Heel basic dog heb met doen en dat op een schone manier presenteren uiteraard. Ja. En wat komen daar voor een lug in? Ja, dat is natuurlijk heel gemengd. En dat is, op dit evenement zijn we natuurlijk ook heel afhankelijk van de passanten. En door de bekendmaking die we van tevoren hebben gedaan, hoop voor dat er ook lui bij zijn die ook heb met die streekgebonden producten hebben. Die er trouwens helemaal meer komen. Is dit ook een klein beetje slow food? Ja, dan mag ze het rustig onder het slow food scharen. Maar het zal ook uiteindelijk zo zijn dat als een boer bijvoorbeeld goede intenties heeft met zijn varkensvlees, vind ik, moet ze hem ook de gelegenheid geven om de omslag te maken. En als ze dat ondersteunt door ermee te werken, dan geeft ze de boeren een stimulans en dan zal ze ook dat verbetertraject op een versnelde manier inzetten. Dus we kunnen elkaar wat dat betreft enorm helpen. Ik ben van de carnavalsvereniging De Waterraad die organiseert dit evenement. Wat is er carnavaleske inslag hier vandaag? Nou, dat is heel kort en bondig. Carnaval organiseren, dat kost geld. Dat is in de dorp om diegene die af en toe niet zo goed gaat. En dat moest het zomers verdienen en om het winters kunnen uit te geven. Dat zijn de grote lijnen in de statuten van De Waterraad. Dat financiële middelen aangewend werden om carnaval te organiseren in Schin in dit geval. Dus dit is puur een inkomstenbron, zeg maar? Nou, er zit natuurlijk ook een beetje idealisme in. Hè. Ik bedoel, het is ontstaan uit het gesprek met Koos van Eindhoven, een bakker uit de regio, in een lokaal café zich liet ontvallen, dat er ons hier een oud bakker zal bakken. Wie dat zo gaat goed nu, dat gaat snel, dat hoort weer heel snel. We hebben dus contact gezocht met Koos en hier steunt ze. We hebben ondertussen ook gulp van localistjes bij betrokken, hè. Dus er zijn heel veel kleine en grote ondernemingen in de regio die zich toeleggen op streekproducten en gastronomische streekgerechten, et cetera. En vooral ook een lokale wiengoed, Belsoers heet dat, bereid gevonden. Een aantal van die leden, van die eigenaren, die zijn ook lid van De Waterraad. Dus daar cirkelen we heel snel rond. Vandaar natuurlijk ook de naam Ummet Bakkes. Ja, het bakken staat centraal. Er wordt op dit moment wordt daar brood gebakken. En eromheen staan die standjes om de achtergrondhuisje Marlentica spelen. Ook een streekproduct. Dus alles pas, weer is goed. Houden het eigenlijk echt in de zomer willen organiseren? Hè? Ja, het was oorspronkelijk gepland voor 7 augustus en dat hebben we op de valreep afgelast omdat de mede-organisator en Rot en Elf lid en bestuurslid van De Waterraad, Rolf Elsner, plotseling is overleden op 44-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk de ganse mode in de zomer, ondanks dat het qua publiciteit heel erg al opgepompt wordt. Hij werd toen afgelast en Rolf had beloofd in zijn in memoriam is gezegd dat er 2 oktober ook goed weer zou zijn. Nou ja, kijk maar om die heen. Hè? Wie is dat om die eigen producten bij eigen publiek aan te prijzen?
Dat is een thuiswedstrijd daar. Dus een geweldige gelegenheid om de Luto te proeven wat mogelijk is in hun eigen dorp. We hebben het juist gehad over een streekproduct. Nou, dit kan niet anders als een streekproduct zijn, hè? Nee, natuurlijk niet. Want het is een heuvel hier 200 meter vandaan. Het kun je op Geul nou precies er kinderen niet doen. Hoe lang zit je met de wijngaard bezig? Sinds 2006 hebben we de wijngaard. Ik zelf doe het al een jaar of 25. Het wien maken. Maar nu zit je dus echt wienboer met een eigen perceel, zeg maar. Dat klopt helemaal. Ik doe het samen met Willy de Mister en Wiel Windhagen. En dat is eigenlijk de eigenaar van de perceel. Ja, veel lucht ruimen van een eigen wijngaard natuurlijk. Maar dat is niet zo, Margret, hè? Nee, zeker niet. Daar moest ik echt erin verdiepen van A tot Z. Welke wijndroeven wil ze? Welke doen het überhaupt in dit klimaat, op deze grond? Welke ziektes kunnen ze mee te maken hebben? En dan moest ik natuurlijk een kelder hebben waar alles functioneert. Dan moest ik in de chemie verdiepen. Dan moest ideeën hebben, fantasie, wie er wien moet smaken. En dat moest er allemaal begrepen, dat is eigen wat verhaal. Ten slotte ons laatste item. Om de aandacht van de parochie Sint Agatha in IJs voor de missie levend te houden, werd in 1961 op 1 oktober het missiecomité opgericht. Dit jaar bestaat het missiecomité 50 jaar. Gouden jubilea hand Ummerget unieks. Vooral ook in Durper, wie is, waar het missiecomité is op zondag 16 oktober hun 50-jarig jubileum viert. Een jubileum met een gouden randje. Hein Hendricks, in 1961 bist toen er eerst de voorzitter van het missiecomité Ees woede. En toen bist u blijven tot 2005. Kent ze zich nog het van die aanvangstijd herinneren? We zijn gestart met een 40 maan. Er waren alle lui die ze kant die woede me gevraagd. Op een Ees, op Trentele, in Ees, over Ees. Ja, en dat was met een ganse groep. En dat, toen kwam de kerkbijdrage ook toen nog in volle gang. En de man in de familie die ging de meter voor de kerk en de vrouw die ging voor het meestecomité. Zodoende is dat ontstaan. Zegt de houdt ze er voor 50 leden bij de aanvang. Wat is het hoogtepunt geweest, wens ze op ledenaantal lets? Dat is de eerste jaren geweest. Maar ik moet zeggen, degene die erbij zijn blijven, dat is wel de truitse groep geloven voor alle verenigingen die vergaat aan de Nees. Hein, bij de aanvang in 1961, houd er toen al speciale, bepaalde missionarissen op het oog? Jawel, daar hadden we Pater Rekko, die komt van Elkro, de zoon in Malawi. En die hebben we van begin af aan voor hem kunnen ondersteunen. Naar de hand is hij voet gegaan, is Pater Hermans komen. En waar komt hij vandaan? Pater Hermans was van Valkenberg. En daarna is een Pater Eurlings van Ees, is er nog bij komen. En toen doen had ze dat maar. Uitgebreid. En vanaf 1987 zijn we begonnen met de kledingactie. En die is ten gunste van de Maria Grijten Stichting. Marta Zende is voorzitter van die stichting. En dat had dat heel goed gedaan. Die had een paar honderd sponsorkinderen. En zodoende zijn we met meeste comité voor dat geld van de kledingactie dragen we voor 90% zeg maar af aan de Maria Grijten Stichting. En de rest hadden we voor zelf zo'n €800 per jaar voor eigen doeleinden te steunen. En dat is het eigenlijk. Dus die had op dit moment alleen maar nog de kledingactie waar hier actief zit of zo'n termijn inkomensbronnen? Er zijn nog inkomensbronnen gaan voor eigenlijk niet verhand waren de MIVA-collecte doen van aan de kerk en de MIMISA. En dan gaan we nog één keer per jaar van de rondgang door het dorp. Wie kijkt u, wens let's op de toekomst van het missiecomité tegen de vergrijzingen? Ja, ik denk dat de Gekerdorp hetzelfde is. Man.
voor willen hopen dat we in de toekomst soms het jonge leden erbij krijgen. Wat voor nu, verleden gaan, ik denk dat 60 jaar wel een van de jongste leden, jongste leeftijd is wat we erbij gaan. Meneer Pastoor Reijnen, Gouden Jubileumcomité binnen het kerkdorp Ees. Dat is een rieke schat? Ja, ongetwijfeld. Het vertegenwoordigt eigenlijk de parochie in haar aandacht naar de derde wereldlanden, waar financiële nood is, waar ondersteuning nodig is van opvoeding en onderwijs, van ziekenzorg. En daar heeft het missiecomité aandacht voor. En het vertegenwoordigt die gedachte en brengt die gedachte ook weer in het dorp door al de acties die ze ondernemen. Het missiecomité, uit 1961, is een restant van het Heilige Roomse Leven. Is dat nog wel up-to-date? Jawel. De gedachte aan missie, dat werd er ook, dat is behoorlijk ontwikkeld. Men denkt niet zozeer op het ogenblik meer aan wij brengen door alleen het geloof, maar wij brengen de ontwikkeling geïnspireerd door het geloven als christen nu. Vergunt nou zondag 16 oktober het gouden jubileum van het missiecomité Ees. De bisschop is aanwezig, pastoor Kurrus, de oud-pastoor, en hier niet te vergeten. Gaat je er chance van maken? Jawel. Ik heb al met contact gehad met het bisdom. De bisschop neemt de liturgie van de zondag. En die zal ook de preek naar aanleiding van de liturgie van de zondag houden. Bovendien komt ook mijn assistent nog, oud-deken van Venlo, monsieur Dre Franse, komt er nog bij. Want er is regelmatig hier oog. Dus er is geïntegreerd ook al in de gemeenschap van Ees. Zullen we met het werkcomité hoes aan hoes gegaan, eventueel een gift at kennen bij je? Nee, we hebben geen actie ondernomen omdat de Eese bevolking, het is onvoorstelbaar, wat die eigenlijk al opbrengt, ook in de loop van het jaar, voor allerlei acties, niet alleen voor de andere verenigingen, maar ook voor ons. Jan Fransen, de bestuurzitter van het missiecomité Eese sinds 2005. Is er in die tijd veel veranderd? Kan ik niet zeggen. Ik ben al zo van 81 erbij en het ledenaantal ligt zo immer constant. Zo gaat het rond de 26 maanden met bestuursleden. En ja, zo zal het ook wel blijven. Het is zwaar vergriesd. En ik ben bang dat het toch langzaam begint druk te lopen. Want er zijn ook al die zijn weliswaar nog drie, maar kennen zijn niet meer capabel voor enige dingen te geven, dus voor mij te gaan, bijvoorbeeld met de kledingactie, want daar is het toch heel veel voor nodig, want dan ben je ongeveer met een 50 man, wat door het Samses alleen moet ophalen, en daar is ook nog eens een 30 man, twee dagen nodig, voor alle blaadjes rond te brengen met de tuten, door de ganse gemeente geholpen weten, en dan krijg je het moeilijk. José Schouteten, du bist secretaris van het feestcomité, 50 jaar missiecomité Ees, en van de Goretti-stichting. Die Goretti-stichting binnen het missiecomité is immer belangrijk geweest. Ja, dat is een hele belangrijke aspect geweest. Ook binnen het missiecomité, dat is dus eigenlijk gegroeid in tijden van pastoor Kurrus. En dat houdt dus het... Omdat dat dus gaat worden van een inwoner van de parochie, en dat wordt Marten Zende. En dat wordt dan op een gegeven moment zo groot, dat we dus zo'n respons houden. En toen is dat inderdaad een heel groot aspect geworden. Ook binnen het missiecomité stond er ook achter. En die kledingactie, waar ook de voorzitter het al over had gehad, die gaat ook gehad naar de Goretti Stichting. En die werd dus binnen de Goretti Stichting werd die verdeeld over de projecten in India en tegenwoordig al in Oeganda. En dat werd ook altijd teruggekoppeld met het missiecomité. En dat is ook, dat leeft ook. En dat is ook iets wat heel veel belangstelling hadden in dorp. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je genoten heeft en tot de volgende keer. Adieu!